toverlantaarnplaatjes zit het zoiets tussen de 1000 à 1300 plaatjes die we hebben. Maar heel gevarieerd, van speelgoedlantaarnplaatjes tot echte professionele platen. Ik beheer die collectie in de zin van, ze is nog niet gedigitaliseerd. We starten daar nu mee, dus dat betekent dat de metadata ook nog niet digitaal opgeslagen zijn. Er moet ook nog heel veel werk gebeuren. Het is vanuit Be Magic dat dan het voorstel gekomen is van, kijk, we kunnen jullie platen, dus de collectie digitaliseren. Waar ik dus heel enthousiast over ben, want dat is dus een zeer mooie samenwerking. En het was ook een beetje voor mij een vertrekpunt om echt alle plaatjes samen te zetten en te kijken in welke staat dat ze zijn. Ik heb dus vastgesteld dat er een aantal plaatjes ofwel gebroken zijn of die moeten gerepareerd worden of een kleine dingen moeten eraan bijgesteld worden. Eens ze gedigitaliseerd zijn, gaan ze veel toegankelijker zijn voor mensen die onderzoek willen doen of een tentoonstelling organiseren of whatever reason, zou ik zo zeggen.